Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Metabee version versus Rakusho version. Ik ben weer met Jordy. We hebben zoveel plezier in deze game, dat is niet meer normaal. Salt noemen we dat toch? Ja, yeah. Ik zag trouwens dat jij al 4 Timpets hebt. Ja. What the fuck? Ik niet. Ik gaf wat magische poeder aan die oude vrouw en hey, ik heb opeens 2 extra Timpet. What the fuck? Dat is niet eerlijk. Nou ja, ik kan er maar 3 meenemen, dus aan dat opzicht, naar verhouding heb ik er niet zo heel veel aan. Maar, het scheelt wel met bouwen. Ja, dat geloof ik. Ik zei dat ik een leuk verhaal had, hè. Ik weet niet of leuk het goede woord is, maar ik heb in ieder geval een verhaal. Een interessant verhaal. Ik moest vandaag werken in een ander filiaal, dat was op zich niet zo'n probleem. Maar dan moest ik met de auto en ik kwam eigenlijk net terug met de auto. En ik loop zo bij mijn voordeur en ik zie opeens een doos voor, schoteldoos zeg maar, voor mijn deur liggen. Open met vissen, graatjes en citroen erin. En ik dacht van, what the fuck is dit? Maar ik dacht eerst van, misschien is het van mijn buurman, want de voordeur van mijn buurman, dat is gewoon meteen naast die van mij, zeg maar. Ja. Dus ik bel bij hem aan en ondertussen doe ik mijn deur open. En toen zag ik dat er een blaadje lag. Nou, daar begint het. Op dat blaadje stond, de kliko is niet gezamenlijk, ruim je rotzooi op. Groetjes, de buurvrouw. Maar ja, ik heb best wel veel buurvrouwen en buurmannen in de buurt, zeg maar. Want ja. Ik woon ook boven mijn mensen en naast mijn mensen. Dus die man die naast mij woont, die deed de deur open. Ik vroeg, is dit van jou? En toen zei hij, nee, wat is dit dan? Ik zei van, nou kijk, ik heb dit briefje in mijn bus gekregen. En toen had ik al in de gaten dat hij het niet was, want er stond op groetje de buurvrouw. Dus ik ga heel eventjes naast mij, ik weet, hey, dat is een buurvrouw, dus ja, die zou het kunnen zijn, want die woont daar alleen, zeg maar. Alleen die is altijd super aardig, dus ik dacht van, die gaat nooit zo op die manier een briefje schrijven en dat tegen mij zeggen. Maar ik dacht, ik ga het gewoon vragen, misschien was ze het wel, was in de slechte bui. En ze zegt van, nee, wat is er dan? Ik vind hier een doos voedsel, zeg maar, wat opgegeten is. Met dit briefje erin. En het is niet voor mij. Kijk, als het nog voor mij was, dan snap ik het. Dat het in hun kliko ligt en dat ze dat niet leuk vinden. Maar het is niet voor mij. Ik eet sowieso geen vis. Dus het kan ook niet voor mij zijn. Maar iemand die is er dus van uitgegaan dat het voor mij was. Hoe ze daarop gekomen is, ik heb geen idee. Maar ik kan dus niet vinden wie het was. Dus dit wordt het mysterie van de vissengraten en de citroenen? Ja, en die buurman naast mij, die was ook boos, want het ligt zeg maar voor onze deur. Alleen ik had een briefje gekregen, zeg maar. En wij allebei zeiden, ja, what the fuck is dit? Alleen ja, ik ben tot nu toe dus nog niet achter. Dus ik heb gewoon een blaadje op mijn deur geplakt. Want ik heb namelijk die doos heb ik gewoon op de stoep gezet. Dus ik dacht van ja, als ze dat dan zien liggen, dan komen ze misschien deze kant op om aan te bellen. En heb ik al een briefje op de deur gedaan van ja, als u komt voor de doos met de visgraad, bel dan even aan. En misschien is het voordat je ervan voordat je aannames doet en vanuit gaat dat van iemand is, misschien aardig om eventjes verhaal te halen voordat je iemand beschuldigt. Ja, nou het ding is ook van, het zijn geen kippenbodden, het zijn nog geen runderbodden. Nee. Dus je kan ook nog even fatsoenlijke bouillon voor maken ook. Je hebt er ook nog eens niks aan. Nee, maar het gaat me echt niet eens om dat die doos daar ligt. Het gaat mij om van de aanname dat het van mij is. Want waar ze dat vandaan heeft, dat weet ik niet. Wat mij ook heel erg tegenstaat is dat ze dan een briefje, een heel slordig briefje en best wel agressief, zeg maar. Het is niet dat zou je de volgende keer of nee, het is gewoon ruim je rotzooi op. En dan ook nog eens niet het fatsoen hebben om je huisnummer erbij te zetten, waardoor ik in ieder geval even kan, of misschien wel, als het wel van mij was, mijn excuses kan aanbieden. Of in ieder geval kan vertellen dat het niet van mij is, zeg maar. Maar dat is ook nog niet eens gedaan. Er staat alleen groetjes de buurvrouw. Ja, ik heb hieronder buurvrouwen. Nou, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat mijn papiertje eigenlijk is overgekomen bij jou. Lul. Alleen ja, sorry, ik dacht van in Brabant moet ik de buurvrouw neerzetten en in Ja, sorry, de vis was zo lekker. Ik denk van, weet je wat, ik deel het even. Ja, precies. Maar ja, dan zitten de vogels er weer aan, hè? Sorry. Ja.
Dus ik was nogal ik ben nog steeds geïrriteerd. Ja, nee, snap ik. Ja. Is ook zeer goed te begrijpen. Ja, en ik ben vooral geïrriteerd omdat ik dus niet weet wie het is. En ik wil gewoon het uitgesproken hebben. Het boeit me verder niks. Ik wil alleen gewoon weten wie dan denkt dat het van mij is. Zodat ik in ieder geval kan zeggen dat het niet van mij is. Dat er niemand boos op me is, weet je. Want dat vind ik al irritant. Want als iemand is boos op mij, terwijl ik niet eens wat gedaan heb. Mm. Nee, klopt. Dat is gewoon heel erg vervelend. Ja. Ik had dus bij verschillende huizen al aangebeld, maar helaas zijn er bij heel veel mensen niemand thuis. Bij heel veel nee, het is net alsof het vakantie is. Ja. Nee, maar ja, dat is vrij frappant. Maar ja. Ja. Dat zijn problemen waar ik zelf geen last van heb. Nee. Dat is wel fijn. Mensen hoeft hier maar proberen te doen en ik ren ze zo achterna. Maar ja, het is hier ook, over het algemeen is het hier ook zo stil als iemand hier langskomt of met de fiets of wat dan ook, je hoort het ook gewoon direct. Ja. Yep. Nou weet je, ik was niet thuis, dus ik kon ook niet. Ja, klopt. Maar ja, dat krijg je als één persoon gewoon bijna de hele week thuis werkt. Ja. Ja, dan ben je altijd thuis. Yep. Dat hoor je ook niet alles. Nee. Maar 99% van alle dingen hoor je. Mm-hmm. Het enige vervelende is dan wel van, je hoort ook ieder belletje van, oh shit, wie moet me nou weer hebben? Ja, precies. En dat kan soms best irritant zijn van, god. Het is overigens meteen een FYI trouwens, dat er dus straks iemand aan de deur kan staan. Dat die mogelijkheid is er, maar dan weet je dat. Dus mensen, er is er gewoon binnenkort gewoon een gigantische saga, dat de vis gaat een citroenensaga gaat eten. Echt hoor. Zo. Ik raak weer van alles vandaag. Ja? Niet? Ja. Nee. Nee. Dit is weer zo'n sessie. Yep. Dat wordt elke sessie, denk ik. Het is ook zo van, oh ja, ik heb 3 medabots. Het gaat supergoed. Ik raak alles. Nope. Nope. Kom op. Mooi. Ik heb $10 gevonden. Nou, wat ga je met die $10 doen? Helemaal niks. Maar Milan, de economie moet wel omhoog. Hè? Kom op, betalen. Betalen. Waarom zijn hun zo snel? Omdat ze de juiste dingen daarvoor hebben. Vraag. Nee, ik ben even tussendoor even bezig met een rubber robo en dan hoop ik eindelijk een keer deze verdomde cave door te zijn. Dat zou wel fijn zijn. Ik voel me soms echt gewoon met deze game zo van... Oké, moet ik dit nou zien als een route? Moet ik dit dan zien als een gele dungeon? Nee. Hoe moet ik dit zien? Niet. Ogen dicht. Oké, als dat zo is vind ik het ook prima, maar dan weet ik waar ik aan toe ben. Ja. Want dat begint met deze games om echt af te vragen, oké, maar wat ben ik nu eigenlijk hier aan het doen? Yep. En ja, binnenkort zien we bij Chronicles 3 en dan weet ik gewoon van, hey, dat is gewoon een gigantisch iets. Heb je er een beetje zin in? Oh, ik ben hyped voor die game. Ik vind alleen wel zo klote dat een dag ervoor een andere game uitkomt die ik ook wil spelen. Welke game dan? Azure Striker Gunvolt. Toevallig ook nummer 3. Oh, die ken ik helemaal niet. Het is een beetje actievere Mega Man. Ah, oké. Ook 2D, zeg maar. Ja, ook 2D. Ik vond 1 heel leuk, ik vond 2 heel erg gaaf. En ik dacht van, oké, wanneer komt 3 uit? Ja, nee. geen release date. En ik kwam een paar dagen opeens achter van, ja, de release date is dit. Oh, mooi, kijk, mooi op tijd spelen, voorzien ben ik gewoon Chronicles 3. Ik keek toen, ik heb letterlijk een dag om te spelen. En laat dat nou net de dag zijn wanneer ik planning heb op werk. Ja, precies. Ja, dus, dat komt nooit goed uit dan. Nee, maar dat zijn ook van die momenten waarvan je denkt van... Laat me nou net niet planningdag zijn.
Nee, precies. Want een van de mensen die geen idee wat planningdag is, planningdag is voor mij gewoon 3 à 4 uur zitten om de komende 2 weken vol te plannen. Ja, echt. En dan in vergaderingstaal, zeg maar? Ja, vergaderingstijl. Er was een periode, zat ik in een ander team. Mm-hmm. En toen zat ze nog met een bitchen over webcam aan. En ik heb toen gewoon, bij wijze van spreken, gewoon 3 uur lang gewoon op de switch zitten klooien. Omdat ja, dat moet ook. Er wordt niks gezegd. Er wordt gewoon niks gezegd. Vaak wordt mij wel gevraagd, Jordi, kan jij deze vergadering hosten? Ja hoor, prima. Binnen een half uur waren we klaar. Ja, dat is omdat voor meerdeel van tijd is het gewoon slap gelul. En weet je wat? Slap gelul is prima. Maar niet voor 3 à 4 uur. Nee, precies. Dus ja, dat is soms gewoon een beetje kloten daaraan. Maar ja, nu is het zo van, ja nee, we willen toch graag dat je de webcam aan hebt. Ondertussen ben ik nog steeds de enige die de webcam aan heeft, de rest doet het niet meer. Dus, nou, dan zou ik het zelf ook niet meer doen. Nee, maar als ik me zeg je hebt gedaan, doe ik het ook uit. Pak ik de switch, zeg ik zo van, jongens, ik tabé. Met sommige van die dingen ben ik ook gewoon grondse klootzak. Ik zeg ook van, ja jongens, prima. Zoek het maar uit. Ja. Want het zijn... mijn collega's zijn een beetje van die types die de dag voordat alles ingeleverd moet worden, ze hebben ingeleverd. Ja. Oh wel. Nou, ze beginnen dan wel vaak. Mm-hmm. Maar oh ja, het is 10 minuten vandaag, 10 minuten morgen, 10 minuten de dag daarna. Oké. Okay. Dus je hebt er in principe niet zo heel veel aan. Vaak zie je precies ook de lijn, want je moet ook dingen aftekenen. En wordt ook netjes bijgehouden wat de lijn is. Je ziet ook gewoon die lijn letterlijk de dag voordat het af moet zijn, zie je het gewoon een gigantische duik nemen. Oké. Okay. Het is geen mooie trendlijn, iedere dag 1 taak af. Nee, precies. Soms is het gewoon net één dag gewoon 20 taken in één keer af. Ja, die mensen heb je. Ja. Dus daar heb je geen ene kloot aan. Nou. Was je jou eigenlijk al gelukt met Spike? Daar ben ik nu mee bezig, maar die komt toch goed. Oké. Okay. Zo. Ik ben zo meteen wel... geluk met Spike dat zijn secondary in eerste hit KO ging. Oh, dat heb je echt geluk mee gehad, Jan. Jij wou Ja, ik hoop eigenlijk soms in... weer de stad in kan, dat ik weer fucking meta parts kan kopen. Nee. Dat je maar misschien dat is wel, een keer raakt. Ja, dat ik misschien van dingen kan halen die wel even passen. Ja. Want hartstikke mooi die anti-air, maar ik denk niet meer dat het volgende stuk zometeen anti-air heeft. Nee. Al moet ik zeggen, de enige anti-air die ze hebben, dat is die Hermit. Ja. Waarvan je ook al afvragen van... Die is ook zo moeilijk waarvan je denkt van, misschien was het niet nodig om die zo makkelijk te maken. Nee, dan stond ik gewoon een paar dingen maken en hopen dat ik even een paar goede dingen kan. Want ik wil eigenlijk misschien, want Rokusho is nu op zich prima, hij is nog steeds een fucking class cannon. Mm-hmm. Maar ze kunnen zich nu tenminste op andere dingen focussen. Maar ik hoop eerlijk gezegd dat ik misschien een beetje of een Nurse kan krijgen. Of iets wat meer kan buffen. Oké. Okay. Ja, een Nurse is wel, lijkt me inderdaad wel handig. Maar dan kan je gewoon zeggen van oké, ik heal dit stuk. Want als je kan healen, dan maakt het al zoveel stukken zoveel makkelijker. Zeker. Maar het zou ook fijn zijn als je gewoon kan hitten. Ja, of dat je bij spreken zegt van ja oké, okay, ik verspil 1 beurt aan dit en ik maak alles kapot in 1 keer in een chain reaction. Dat zou ik ook wel prima vinden. Precies. Maar ja, dat krijg je ook niet. Nope. Heb jij enig idee wanneer, waarschijnlijk niet, anders had ik het ook wel geweten, wanneer de nieuwe Mario Kart tracks komen? Als je mij had willen vragen van wanneer ze uit zouden komen, had ik dat gezegd van gisteren bewijzen van. Ja, in juli. Want ik vind het inderdaad erg laat. Mm-hmm. Nou, misschien dat ze... ik kan me wel voorstellen dat ze misschien ervoor hebben gekozen om gewoon de kwaliteit wat beter te maken.
Want de kwaliteit van die eerste set, zeg maar, die was niet altijd heel erg goed, als ik heel eerlijk ben. Over de hele linie, nee, maar er zaten wel een paar hele goede tussen. Zeker, daar ben ik het mee eens. Alleen, ze hebben qua graphics te weinig gedaan, zeg maar. Ja, het was, klopt. Maar het was te simpel. Ja, meer van dingen waar ook van toeren, dus... Mm-hmm. Ja, maar ook die tourtracks vind ik dan nog wel grappig. Bijvoorbeeld die helemaal nieuwe track, zeg maar, die Ninja... Ja, maar dat is iedereen's favoriete. Ja, omdat die gewoon helemaal gedetailleerd en mooi is, zeg maar. Ja. Bijvoorbeeld Coconut Mall, wat gewoon echt een vette track is. Die is gewoon echt gewoon simplified. Ja, dat is inderdaad erg jammer dat die zo erg verbasterd is. Ja. Als je al kijkt bijvoorbeeld naar... Nadat die autootjes op het einde niet rijden op die parkeerplaats. Dat is toch echt van, what the fuck? Ja, doe deze track dan niet als je het niet gewoon goed maakt. Ja. Nee, en het is, misschien hebben ze het niet uitgebracht momenteel omdat ze nu Daisy en Shy Guy hebben uitgebracht. En ik had het nog voorspeld dat we Shy Guy zouden krijgen. Ja, ja, kijk, Daisy had iedereen wel kunnen bedenken. Maar dat je Shy Guy had voorspeld, vond ik wel erg knap. Maar ik denk dat dat voornamelijk kwam omdat je dan zo meteen nu 3 characters hebt waarvan je een volledig team kan maken, hè? Een team van Shy Guys, een team van Toads en een team van Yoshi's. Dat was mijn idee erachter van, oh ja. Ja, daar zit wel wat in. Want er is geen unieke Shy Guy, hè? Nee, precies. Nou, dit ook weer klaar. En die nieuwe maps zag er ook wel leuk uit, die desert. Ja, maar ik vind dat ze wel... Echt eindelijk hazards moeten toevoegen of echt iets met de arena's in plaats van alleen maar cosmetisch. Ja, precies. Maar wat had je dan willen zien? Wat bedoel je dan precies met arena's? Bij wijze van spreken in een desert dat speed characters gewoon niet zo heel veel nut hebben. Ah, dus dat je ook bij de map zeg maar ook nog eens. Een character hebt die dan ergens beter in is. Of slecht. Ja. Dat je echt bij in een arena... Bijvoorbeeld met de cups heb je bijvoorbeeld dat die characters... Bijvoorbeeld specifiek... Ja. Ben je er nog? We zijn Jordi kwijt, boys and girls. Dat is soms nog een beetje het nadeel van het oude ding van Harm. Soms zegt hij van, nee, sorry, de mic doet het niet meer vandaag. Nee. Dan moet je dan gewoon even erin stoppen en eruit halen en is het klaar. Ah, oké. Okay. Nee. Maar dat is het punt wat ik wil zeggen met arena's. Want je hebt de cups, heb je ook gewoon met je eigen clubs dat jij je eigen arena kan maken, hè? Mm-hmm. Maar ja, dan heb je ook gewoon een leuk idee van, oké, onze club is echt voor passing. Dus ons deel van de... Onze helft van de arena die is dan echt puur op passing gericht. Precies. Ja, dat zou wel vet zijn. En dan is het op zich ook interessant om naar te kijken van... Oh, zo zit hij in elkaar. Mm-hmm. Want dan heb je ook iets aan clubs die zich focussen op pass op. Alleen maar het is alleen puur cosmetisch. Want ik heb een beetje gekeken hoe dat systeem in elkaar zit. Het is iteratief, dus... Nee, niet iteratief, het is met buckets. Dus er is geen verschil tussen een speed van 20 en een speed van 21. Nee, precies. Er is geen verschil tussen 22 en 23. Pas bij 24 zit er weer een duidelijk verschil in. Ja. Dus ja, dat is... Aan de ene kant heel geinig. Het is echt met die hokjes, zeg maar. Als je, ja, precies. Got it. Klote, dan gaat een medderbot. Dit vind ik dan wel zo klote. Zometeen heb je een fight. Heb je de fight gehad? Krijg meteen een tweede fight en je kan niet save tussendoor. Bedoel je dan die tegen Koji? Ja. Nee, ik moet nu tegen Koji. Ja, dan heb je meteen een andere fight en je kan niet save. Leuk. Ja. En ik vind hem nog aardig pittig. Want je kan niet eens wisselen. Koji te doen? Nee, die van Koji valt op zich nog mee. Maar het probleem wat deze heeft is... Het heeft een vaardigheid, noemt ze Sacrifice. Ja.
Hij offert één part voor zichzelf op en kan dan drie parts voor jou kapot maken. Ja, succes. De kans dat je hoofd wordt geraakt is... aanwezig. Flink hoog. Ja. Oeh, ik vind Koji ook al lastig. Dat vind ik zo'n OP'e move, die rollerbank, zeg maar. Jezus, en die anti-air doet ook eens nog gewoon geen damage. Nee, maar dat is een beetje het ding van anti-air. Als het echt op de grond gebaseerd is, dan kan het niks. En dan versnelt die zonnebloem hem ook nog. Wauw. Ja. Nou, eerste reset van vandaag. Ja, ik ben vergeten te 7 van tevoren. Het zou heel sad zijn als ik moet reset. Nee, ik kon niet anders 7, want ja, Koji. Lul anders. Kom op, crit. Zo, nou ja, dat project weer. Dan is het weer opnieuw tegen Koji. Want ja, dat is het echt in deze game. Het maakt niet uit hoe goed je bent, je bent gewoon fucked. Yep. Het is gewoon geluk hebben. Wat? Die Koji die doet fucking veel damage. Oh nee. Ja. Oh nee. Jawel. Oh nee. Zo. Die speed vind ik ook ja. Wel. What the fuck? Kom op, hoofd. Hoofd. Heel rap, hoofd. Oh god, hij heeft weer zijn rollenbank geplaatst. Ik denk dat dat het einde is voor een van mijn bots. Mogelijk. Nou, toch niet. Goh. Maar ja, soms vraag ik ook echt af van, oké, wat is nu eigenlijk de beste strategie hiervoor? Geluk hebben. Tel dat als strategie. Ja, geluk is een goede strategie. Als je ook daadwerkelijk kan zien wat je, yeah, welke dingen je kan doen voor geluk. Oh god, dan gaat Madabie nu aanvallen. Hoeveel raak ik kwijt? Alles. Oh, tuurlijk, de arm waar ik mee geschoten heb. Ja. What the fuck is dit? Dit is Metabots, Metabee versie. Zit totaal geen logica in. Leuk. Ik denk dat je bij wijze van spreken alle Pokémon games kan uitspelen voordat je deze game hebt uitgespeeld. Ja, dat denk ik ook. Want zo voelt het ondertussen wel. Want, even puur voor het idee, we zijn bijna een half uur bezig. Ja. Ik heb Spike verslagen. Ik heb één keer Koji verslagen. En dan verlies ik van dat ding tussendoor. Yep. Wat zou ik hebben gedaan als Pokémon was geweest in een half uur? Best wel veel. Nou ja. De bak even iets vergelijkbaars. Dan had ik misschien heel Team Rocket kunnen doen in Celadon. Mm-hmm. En misschien nog Pokémon Tower. Klein verschil. Yep. Maar ja, ik hoop dat zo meteen de rubber robo fight iets beter gaat, want... Dat hoop ik ook. Je kan hier ook niet weg, hè? Je zit gewoon vast, yep, in deze cave. Yep. Als je niet kan winnen, heb je pech. Ja, inderdaad een probleem, ja. Alleen arm alsjeblieft. Nee, arm, benen, hoofd, schouders, knieën en neus. Boom! Tuurlijk blijft hij op 1 AP leven, wat is dit? Natuurlijk. Oh, ik haat deze game zo erg niet te doen. Moet je nagaan, dat jij degene was die het voorstelde. Ja, ik dacht dat ik deze game leuk vond. Ja.
ik wil best zeggen, de game is hartstikke leuk. Wanneer we niet bezig zijn met combat. Ja. Maar ik vind sommige dingen die ze tussendoor doen, vind ik op zich wel geinig. Zoals bijvoorbeeld het hele klaslokaal doen of even op zoek naar dingen. En dat vind ik allemaal wel geinig, maar met sommige dingen zit ik echt zo van... Ja. Kom op, game haat me niet. Nou, dat moet je niet vragen. De game haat iedereen. Zo. Yeah, de game haat me niet. Nee? Dus Koji is gelukt? Ja. Ik heb hem gewonnen door met alleen nog maar het hoofd van Madabee. De rest is allemaal kapot. Heb je gewonnen of heb je gewonnen? Gewon. Gewon. Nee, nu krijgen we meteen nog een battle, hè? Ja. Je kan niet wisselen, je kan niks. Dus succes. Beetje jammer dit. Tenminste nog wel helemaal geheeld. Als je bij Pokémon dan ben je meteen genaaid. Ja, klopt. Ik doe een beetje denken aan de oude Kingdom Hearts. Want die had geen cutscene skip. En dat was een van de laatste bosses. Er zat 10 minuten cutscene in voordat de fight begon. Ja, dat is helemaal kut. Zien. Mm-hmm. Later in de final mix, dus de remaster, hebben ze dat wel gedaan dat je gewoon een cutscene skip optie hebt. Die rubber robo boss, zeg maar, die heeft... zijn lead, zeg maar, die heeft zulke hoge stats op zijn paard. Mm-hmm. Dat is echt niet normaal. Holy shit. Ik hoop dat het dan wel een beetje gebalanced is, dat hij ook niet al te veel damage doet. Ah, nee. Maar dat is het probleem, hij offert zometeen een van zijn armen op en ik kan dan 3 dingen van jou kapot maken. Oh nice, met het eerste schot van die secondary. Ja. Crit hij al gewoon meteen iets kapot. Nice. Nou. Ik hoop dat het een beetje gaat. Dat hoop ik echt, want anders mag ik zo meteen weer tegen Koji. Leuk. Ik vind Koji geen probleem. Nee. Dat is een leugen. Nee. Maar... Het is niet gewoon, het ergste. Nee, ik vind op zich wat hij voor me stelt, vind ik Koji totaal niet erg, maar... Ik vind het zo onnodig dat je niet kan saven. Yep. Ja, sacrifice, hartstikke leuk. Nou, zeg maar, wat ben ik kwijt? Ah, meteen mijn hoofd. Nice. Opnieuw. Ja, en dan mag je meteen resetten. Yep. En dat is het float aan die sacrifice. Want het hoeft zeg maar alleen maar te focussen op Rokusho. En ik kan zeggen sorry. Het zit er maar niet in. Ja, jammer dan. Mm-hmm. Springen over die missen. Nee. Voor de rest niks. Nee. Jezus, dat weinig tijd. Ik ben ondertussen mogen gewoon even aan het kijken van oké, wat is handig.
Ah, fuck it. Misschien ga ik even een andere strategie proberen. Ik denk alleen dat ik daar nog meer de tijd voor heb in deze part. Nou ja, ik zit ook te denken om gewoon midden in deze battle de part te gaan beëindigen. Ja, want, helemaal goed. Deze battle gaat nog wel even duren. Ik wil iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Voor dit nou een leuke aflevering, doe een duimpje omhoog. En vergeet zeker niet even te abonneren op The Subpar Guys. En dan zie ik de volgende keer weer. Adios, amigos.